President Bouterse weerlegt kritiek in kwestie Venezuela. Vicepresident Michael Ashwin Adin vertrok woensdag 9 januari met een delegatie naar Venezuela om de inauguratie van president Nicolas Maduro bij te wonen. President Desi Bouterse heeft dinsdag tijdens een persconferentie benadrukt dat Suriname consequent blijft staan achter internationale principes. Dit zei het staatshoofd over de kijk en positie van Suriname op de situatie in Venezuela. President Bouterse beklemtoont dat legitiem gekozen presidenten altijd beschermd worden binnen hun grondwetten of hun staatsinrichtingen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.